Maar dan heb ik zo'n gevoel dat deze video echt gewoon, dat we helemaal niks gaan krijgen. Ik weet het nu al, ik weet niet waarom. What the f***? Moet ik deze dan weg gaan geven aan een van jullie? Hallo en welkom bij een nieuwe video van deze gast, DBGamer. Vandaag ga ik de allerduurste Pokémon kaart die ik uit deze box krijg aan een van jullie weggeven. Oké, wow, jemig. Niet nodig. Niet nodig. Niet nodig. Een codecard voor een van jullie. We hebben in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakketjes. Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan krijgen. Hoe werkte dit ook alweer? Codecard. Weet je wat het punt ook een beetje is? Ik maak deze video gewoon omdat ik zelf een Pokémon-kaart haal. En ik weet dat heel veel jullie er ook van houden. De giveaway gaat geworden... What the fuck? De giveaway wordt gedaan op mijn Instagram. Dus volg me zeker ook nog even op mijn Insta. Dit is mijn Insta. Okay. Ik heb zo'n gevoel... We krijgen sowieso nooit iets uit de eerste pack. Dat weet ik nu al. Ik pak ze nu van de back, niet van de voorkant. Oké, wat gaan we krijgen? Waarschijnlijk echt helemaal niks. Dat weet ik echt 100% zeker. We hebben... Niks. 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 Waarom heb ik zo'n gevoel dat deze video echt gewoon... Dat we helemaal niks gaan krijgen. Ik weet het nu al. Ik weet niet waarom. Ik heb dat gevoel gewoon. Het is gewoon... Hey. Het is een beetje shiny. Leuk. What the fuck? Nee. Nee, nee, nee. We hebben een tweede... We hebben nu al een V-Max. Moet ik deze dan... weggegeven aan een van jullie? Als dit de enige is die wij gaan krijgen, moet ik deze aan een van jullie gaan weggeven? Ah, fuck. Nee. Gek genoeg had ik zelf in het eerste geval niet eens door dat ik een VMAX had gepakt. Waarom gaan deze pakketjes altijd zo moeilijk open? Wie heeft dit ontworpen, man? Sinds wanneer? Ik heb nog nooit zoveel luck gehad met Pokémon kaarten. Echt serieus niet. Ik heb nog nooit gehad dat ik gewoon zulke goede dingen kreeg en... Hey, oké, leuk. Nou, wat leuk! Ik zie altijd mensen die codecards laten zien, maar ik snap het nut er niet echt van, weet je. Het zijn die codecards, het is voor die game toch, of zo? Lalalala, we gaan niks krijgen. Ik hoop in één keer dat ik een VMAX krijg. Die ik dan zelf wel kan houden. Want ik heb nu een VMAX gekregen, maar die moet krijgen jullie. En dat krijgen we niet. Er zit niks in deze pack. Ik heb er doorheen gekeken. Hier, kijk. Er zit niks. Helemaal niks. Niks bijzonders. Niks. Meanwhile. Mijn gevoel zegt dat in deze pack iets goeds zit. Dus dan hoop ik dat ook gewoon op. Dat hier echt iets goeds in zit. Een energy. Een kaart. Dit zijn kaarten die niet heel veel boeien. Oké, kom op. Geef me alsjeblieft nog een tweede goede kaart. Die ik dan zelf nog kan houden. Die krijg ik niet. Nou, dit is wel leuk. Maar, I don't know. Oké, ik geloof erin. Ik ga in deze pack... Ga ik de ene laatste kaart verscheuren. Want mijn gevoel zegt gewoon... Dat wij hier niks goeds uit gaan krijgen. En als dat wel zo is... Dan ga ik janken. Dan ga ik echt janken. Dan ben ik dan... Ja. Dit is de ene laatste kaart, hè? Nou, die gingen we verscheuren. Ik zei het je... Ik weet dat ik echt zojuist heel veel Pokémon-kijkers gewoon serieus zitten van... Nee! Nee! Waarom doe je dat? I don't care. Ik ben gewoon teleurgesteld. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik gewoon een prutkaart zou krijgen. En dat gewoon niemand dan een goede kaart zou krijgen. En dan krijg ik een VMAX die ik weg moet geven. En dan hebben we nog maar één pakketje left. Dat is gewoon teleurstellend. Ik had 8 pakketjes en ik heb maar één keer echt iets gekregen. Codecard. Ik ga bij deze niet eens kijken. Kijk gewoon weg. Ik zie wel wat er uiteindelijk bij zit. Iedereen, alsjeblieft. Like even. Abonneer even. Dit is echt heel erg teleurstellend. Kijk naar mij. Ik ben zo teleurgesteld. Ik ben heel teleurgesteld. Iedereen like als je, weet ik veel, deze video leuk vond. Abonneer voor meer en druk sowieso zeker ook even op dat belletje. En ik ga nog meer van 24 uur challenges, giveaways, dingen met prijzen waar jullie YouTubers of kijkers aan mee kunnen doen. Dus stay tuned, er komen echt super zieke dingen aan, jongens. En ja, dan zeg ik nog maar één ding. En dat is... Later. Abonneer en like, druk ook op de bel. Ik doe het alvast, ik hoop dat jij het ook doet.